Jimi Hendrix staat op de eerste plek van beste gitaristen ooit. Onvoorstelbaar volgens Saxioni. Alleen als je het zou zeggen, als het zou zijn de categorie rockgitarist of popgitarist, dan kan ik me daar heel veel bij voorstellen. Maar als je het over alle gitaristen ziet, is dat onmogelijk, want gitaristen zijn niet met elkaar ver te vergelijken. Op plaats 8 staat Nederlander Eddie Van Halen uit Nijmegen. Van Halen, ja, grandioos. Ik vind het wel te gek dat er sowieso een Nederlander op staat, eindelijk, op zo'n lijst. Maar meer dan de moeite waard als gitarist natuurlijk. Volgens Harry Saxioni alleen al vanwege zijn weergaloze solo op Michael Jackson's Beat It. Ja, dat is zo'n inventieve solo. Dat is... Daarom had de gitaarvirtuoos wat Saxioni betreft gerust wat hoger op de lijst gemogen. Zeker omdat slechts twee plaatsen daaronder Peter Townsend van The Who staat. Pete Townsend kan daar niet op staan, omdat... Ja, hij staat erop, maar hij kan daar niet op staan. Want dat is een power chord, man. En natuurlijk hartstikke lekker, weet je wel. Ja, ik heb geen vervormde gitaar, maar... Weet je, dat soort... Daar was hij heerlijk in. En dan ging hij ook nog zo... Maar als gitarist is ver beneden alle anderen die er op die lijst staan. Ja, ja. En zo zijn er nog heel wat namen op de lijst die Saxioni verbazen. Eigenlijk kan het volgens hem ook niet, zo'n lijst. Te gevarieerd en het hangt van te veel... of de muziek is geen wedstrijd. De muziek is nooit een wedstrijd.